De staking van de Bond van Leraren is vandaag de tweede dag ingegaan. Er is nog geen oplossing gevonden voor de wensen en grieven van de leerkrachten. De onderwijsgevenden hebben zich vanmorgen bij Theater Uniek verzameld, waar zij instructies kregen van BVL-voorzitter Wilgo Fallies. Hierna gingen de leerkrachten onder leiding van Fallies naar het presidentieel paleis. De verwachting was dat het staatshoofd ze zou ontvangen. Dit is echter niet gebeurd. Fallies gaat in op de vraag of hij een afspraak had met president Desi Boutersen. Nee, ik heb geen afspraak. Zodra de mensen bij een president komen, moet de president klaarstaan. Hoe lang denk u door te gaan met deze actie? Die strijd gaat onverkort door. Onverkort. Totdat er een oplossing is. En wat zijn de vooruitzichten? Nou, laat me zo zeggen, we zullen even afwachten hoe de regering zich zal opstellen. En als het positief is, dan gaan we voor een oplossing. En als het niet positief is, gaan we de strijd voortzetten. Maar je verwacht geen belofte meer, je verwacht nu wel daden. Ja, zonder meer. We hebben lang genoeg gewacht. We hebben een aantal jaren gewacht. En die herwaardering mag niet meer worden uitgesteld. Oké, terug naar de president. Als de president nu u te woord staat en u weer belooft, gaat dan de actie gestopt worden? Nee, we willen concrete dingen. Dat is de belangrijkste vereiste voor ons. Dus nu verwacht u alleen alles op zwart op wit? Ja, zonder meer. Zonder meer. We willen geen beloftes meer, maar het moet geïmplementeerd worden. Want we hebben lang genoeg gewacht. Samen met de actievoerenden keerde Fallies onverrichter zaken terug naar Theater Uniek. De BVL-voorzitter benadrukt dat de actie morgen onverkort wordt voortgezet. Door de actie waren veel middelbare scholen gesloten. Volgens Fallies zal dit morgen ook het geval zijn.